voordoet. Ben benieuwd. Maar goed, Overeem traint ook met zeer goede grondvechters tegenwoordig. Heeft veel geleerd van Heath Herring natuurlijk. En is ook zelf al bijzonder handig geworden in dat moeilijke onderdeel van het vechten. Kijk, hij duikt meteen naar de benen. De stoot van Overeemd. En de knie zat er volop. Ja, goed werk daar van Alistair Overeem met zijn knieën. En hij traint ook met Gilbert Ivel. En die is een expert daarin. Je moet uitkijken. Stavuzik zal ongetwijfeld meteen om gaan klimmen als hij maar de kans krijgt. Rechts voorstaand, de Rus. Een lange rechte stoot, de knie ook gedaan door Overeem. Overeem blijft in die buik. Hij laat zich in ieder geval niet verrassen door de shoot door het duiken van Stavuzik. De knie. Ja, die zit erop. Oh, die knie zeg. En die was prachtig raak. Ja, die moet een beetje ook. Afgelopen. Een prachtige knie voorwaarts en gewaard van Stavuzik. En einde verhaal. Over. Voorbij de muziek. En hier in een bomvolhooi behaalt Alistair Overeem een prachtige zegen. Trainer Lucien Carabin. En dat is ook heel blijvol. Het is een heel hecht team. Kijk hier de blessure bij Stavuzik. Kijk hoe hij die knie op zijn neus kreeg. Hij lijkt inderdaad een aardige buitenlessen te zijn. Die zit er volop, al half. Maar het was een voorbode van dingen die gingen komen. En die laatste knie nog een keertje, ook een keer zeg. Ja, als Overeem is een echte killer. Als hij eenmaal zijn kans schoon ziet, dan heeft de Rus geen enkele mogelijkheid meer om eruit te komen. Kijk, de oren van de Rus.